eventjes terug op de cijfers. Als we spreken over zwerfvuil, dan spreekt men nogal vlug over statiegeld en over blikjes en flesjes. Nu, de cijfers zijn als volgt. Binnen het zwerfvuil zijn er in aantallen is het 5% flesjes en blikjes. In gewicht is het 20% en in volume is het 40%. Ja, je bedoelt van de totale massa aan zwerfvuil. Zwerfvuil, inderdaad. Dus dat zijn de cijfers. Dus het probleem is dus veel kleiner dan we in feite aan... Het probleem blijft groot, maar het is een onderdeel van de totale zwerfvuilproblematiek. En dat zijn die flesjes en blikjes. En die zijn natuurlijk het meest zichtbaar. Mm-hmm. En dat kunnen we effectief gaan oplossen door een statiegeld in te voeren. En wij zijn daar niet tegen, maar wel voor een digitale vorm van statiegeld, wat dus een vernieuwende vorm van statiegeld is. Dat moet je dan eens proberen uit te leggen, want je hebt klassieke vorm, daar komen we straks zeker op terug, van je betaalt zogezegd per blik of per fles en later recupereren we dat. Maar jullie zeggen nee, wij kunnen dat slimmer. We kunnen dat slimmer en we kunnen dat inderdaad future-proof, zal ik zeggen, met technieken en technologie die vandaag bestaat. We zijn tenslotte in het jaar 2022. En het systeem blijft hetzelfde. U betaalt in de winkel een statiegeld. En met andere woorden, u betaalt 20 of 25 cent, afhankelijk van wat de politiek zal bepalen, statiegeld op een blikje of een flesje. Dus u betaalt dat in de winkel. En als u dan thuis komt, kan u het on the go, in de natuur, kan u het dan ontwaarden, zodat het geld onmiddellijk op uw bankrekening komt. Dat zal met een app gebeuren. Ja, concreet, met een app gebeuren, via de smartphone. Met een smartphone of thuis met een homescanner bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar u zal met een smartphone het blikje, de unieke code die op het blikje of het flesje staat, moeten scannen. De code die op de openbare vuilnisbak staat, zal u moeten scannen. Zodanig dat we zeker zijn dat u het in de vuilnisbak gooit. En dan zal u het geld ook onmiddellijk terugkrijgen op uw bankrekening. Lijkt dus mij een ingewikkelde operatie. Het is een veel eenvoudigere operatie dan een klassiek systeem. Bekijk het volledige debat over statiegeld in de strijd tegen zwerfvuil zaterdag vanaf 18 uur in onze nieuwslus.